best een aantal mensen die zo tegen het eind van het jaar wat donaties hebben gedaan, groot en klein. En ik wil iedereen evenveel bedanken. Of u nou €2 hebt gegeven of €200. Het is zeer goed besteed. We kopen er apparatuur van, we rijden ervan, we betalen onze auto's ervan en reiskosten aan de gasten. Het is allemaal niet een commercieel gebeuren. We houden het klein en zo willen we het ook houden, want we doen het voor u en voor God. Dat is de bedoeling om deze site in de lucht te houden. Maar allemaal hartelijk bedankt. U draagt daar uw eurotje aan bij. Dank u wel. Goeiedag allemaal. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het Gesprek. Vandaag ben ik in Krimpen aan de IJssel bij meester Barend van Thiel. We zijn bij hem thuis ontvangen. Dat is ook weer eens wat anders. Ook hier regent het trouwens, net als in alle andere plaatsen in Nederland. Maar we zijn fijn welkom geheten met een kopje koffie. En we gaan praten met meester Barend van Thiel over een boek wat hij heeft geschreven, De Vierde Tirannie. Boek wat ik las en ik dacht, nou, dat is beslist de moeite waard om eens over verder te gaan. Meester Barend van Thiel, waarom dit boek? Ja, omdat ik wakker ben geworden op een bepaald moment. Terwijl, voordat ik wakker was, ik dacht dat er niets aan de hand was. Dat ik mijn kinderen en mijn kleinkinderen de hemel op aarde zou nalaten, bij wijze van spreken. Zo begint het ook, hè, het boek? Ja, daar begin ik ook mee. Omdat ik een totalitair bewind in Nederland of over Nederland onmogelijk achter. Ik had al rond 2011, 2012 een paar rode vlaggen gezien. Maar de grond daarvan, die drong niet tot mij door. Rode vlaggen? Wat voor? Dat was de staatsgreep in Algerije en in Egypte, waarbij de Nederlandse televisie verklaarde dat de president van Algerije, weet ik niet bij naam, maar Egypte was het Morsi, democratisch was afgezet door het leger. En toen dacht ik, ja, ze vergissen zich, want democratisch afzetten door het leger. Dat lukt niet, hè? Dat klinkt niet zo, dan heb je zaak niet goed op een rijtje in je hoofd, hè? En toen dacht ik, ja, ze weten niet wat het verschil is tussen democratie en rechtsstaat. En dat is wel ernstig, hè, als de Nederlandse televisie dat niet meer weet. Dus toen dacht ik, ja. Want wat is het verschil? Het verschil, zowel qua geschiedenis als qua inhoud, zijn democratie en rechtsstaat totaal verschillende begrippen. Democratie begon al in het jaar 400 voor Christus, in de tijd van Socrates of Plato. En de rechtsstaat is pas ontstaan rond 1789 als gevolg van de Franse Revolutie. En de inhoud van beide begrippen is ook volkomen verschillend. De democratie betekent de heerschappij van het volk. En rechtsstaat houdt in, naar mijn mening, de gelding van 5 principes. Ten eerste, de gelding van de mensenrechten. Ten tweede, de gelding van de trias politica. Ten derde, de gelding van de scheiding van religie en staat. Ten vierde, rule of law in uitgebreide zin. En ten vijfde, dat is controversieel, maar daar ben ik van mening dat er echt bij hoort. Dat is een markteconomie met ondernemingsgewijze productie en een sociaal vangnet. Dat is gebaseerd op Adam Smith, Inquiry to the Causes and the Nature of the Wealth of Nations. Dat in dat boek wordt de grondslag gelegd voor de economische wetenschap. Dus die 5 principes moeten aanwezig zijn, dan is er sprake van een rechtsstaat. Dan heb je een rechtsstaat. Dat is in ieder geval nodig om een rechtsstaat te hebben. Dus Morsi, waarom werd hij afgezet? Omdat hij de sharia wilde invoeren, voor een deel had ingevoerd. En dat behelste discriminatie van ongelovigen. Discriminatie van de vrouw. En dat weer betekende dat de economische positie van Egypte op het spel kwam te staan. En die economische positie van Egypte, die was voor een groot deel in handen van het leger. En het leger zei, ja, wij krijgen daar geen investering meer door jouw domme gedrag. Toen werd hij afgezet. Maar dat is niks met dat is geen democratie. Dat is niet democratisch. Hij is afgezet, want hij was democratisch gekozen. Hij is afgezet omdat hij de rechtsstaat aan zijn laars lapte. Precies. Dus het was niet democratisch, maar wel rechtsstatelijk eigenlijk. Dat hij is afgezet omdat hij de rechtsstaat schond. Ja. Niet vanwege de democratie. Want hij was democratisch gekozen. Maar waarom was dat nou, waren die twee situaties nou een rode vlag voor wat er uiteindelijk in Nederland is gaan gebeuren? Nou, omdat het heel erg schadelijk is voor Nederland als de belangrijkste persorganen het verschil tussen democratie en rechtsstaat niet meer kennen. Want als ze dat niet weten, dan kunnen ze democratie en rechtsstaat niet goed verdedigen. Maar dat die aanval op de democratie en rechtsstaat zoals je nu plaatsvindt, dat dat toen al erachter zat, en dat de Rockefeller Foundation al sinds 1880 bezig is met een whole new world order, en dat het hiermee te maken heeft, dat wist ik niet. Ik had natuurlijk wel gelezen Aldous Huxley, Brave New World, en 1984. Ik voelde wel, er is iets heel raars, maar ik kon nergens de vinger achter krijgen. Ik kon niet grijpen. En toen is, waarom ben ik dan toch eigenlijk echt wakker geworden? Dat is hoofdzakelijk gekomen door COVID. Omdat ik, toen besefte ik op een gegeven moment, ik mag als burger niet weten waarmee ik word ingespoten. Wat? Door de COVID-vaccinaties. De COVID-vaccinaties. Dus nog niet... Toen de vaccinaties er niet waren, bij het begin van de maatregelen bijvoorbeeld, het afkondigen van de pandemie, dat ging er nog wel in. Nee, dat is van het begin af aan heb ik daar gezegd, hier klopt niets van. Er is geen tegenspraak. Dat is ook een van de dingen. Zonder tegenspraak kun je geen waarheid en geen wetenschap hebben, nee. om wat te noemen. Dat is onmogelijk. Nee, er werd voortdurend een beroep gedaan op de wetenschap, maar die mocht niet worden tegengesproken. Ik heb op een gegeven moment gezien een uitzending van de Spaanse televisie, waarin de presentatrice een arts ondervroeg over in het begin van COVID. En die arts die zei, bleef maar volhouden, er was helemaal niks aan de hand. Maar die dame bleef krijsen op de Spaanse televisie dat er een zware pandemie aan zat te komen en al begonnen was. En dat het allemaal vreselijk zou worden. Toen dacht ik, joh, hier, nu moet ik echt wakker. Er is iets heel vreemds. Dit kan niet. Dus toen is... ik mocht niet weten wat er in de burger mag niet weten wat er in de vaccinatiemiddelen... Nou, vaccinatie tussen aanhalingstekensmiddelen zit. Daarvoor hadden we natuurlijk al een aantal... Sorry hoor, dat ik even terug ga, maar daar hadden we een aantal maatregelen die ook wel... vragen opriepen, hè? Een avondklok en een contactverbod en een mondkapjesplicht en al dat soort dingen. Volkomen absurde maatregelen die een... Antidemocratisch of antirechtsstatelijk? Antirechtsstatelijk, maar wel, ik denk dat de meerderheid van het Nederlandse volk ervoor was. Ja. Maar dus het is volkomen in strijd met de rechtsstaat. Dus dan krijg je het weer. Dus als er in een rechtsstaat mag je de grondrechten niet aantasten. Dat is hier gebeurd. En die gaan boven de democratie. Daarom heb ik ook dat voorbeeld in mijn boek staan. De Armeense Genocidewet. Ja. In Frankrijk. 95% van de Eerste en Tweede Kamer stemmen voor de Armeense Genocidewet. De zaak komt voor de... Dat wil zeggen dat, mensen dat niet meer mogen ontkennen. Of juist moeten ontkennen. Ontkennen van de Armeense Genocide werd misdrijf. Ja. Net als de Holocaust ontkenning. Toen is dat voor de Franse Conseil Constitutionnel gekomen, dus de constitutionele rechten die wij niet hebben, dat leg ik ook allemaal uit in mijn boek. En de Franse Constitutionele rechter heeft de moed gehad te zeggen, jongens, in de grondwet staat de vrijheid van meningsuiting. En die kunnen jullie niet oprollen op deze manier, wegdoen op deze manier, zelfs niet met een meerderheid van 95%. Nee, dan moeten jullie de grondwet wijzigen. En zo hoort het. Ja. En dan zie je dus weer, democratie en rechtsstaat zijn totaal verschillende begrippen. Totaal. Ja. En dat moet de pers, de mainstream pers zeker, die moet dat snappen en uitdragen. Omdat anders het volk dat niet aan de weten kan komen. Dan moet je dat uit de geschiedenislessen hebben, maar dat heeft ook niemand meer uit de geschiedenislessen geleerd. Dus dat moet de pers doen, dat is hun taak. Dat hebben ze op afgrijselijke wijze nagelaten. Te beginnen bij Morsi, maar uiteindelijk ook in de COVID-periode. De rechtsstaat in feite geschonden door niet de controlerende macht te zijn die de pers, de vrije pers, hoort te zijn. Ja, ze hadden luis in de pels, ze hadden kritiek moeten hebben, ze hadden tegenspraak moeten organiseren. En dan kun je daaruit de burger laten zien, waar kies je nou voor? Echte tegenspraak of tegenspraak, natuurlijk niet eens echt tegenspraak, of voor het narratief van de overheid. Maar die kans krijgen hebben die mensen niet eens gekregen, want het werd gewoon opgelegd. Ja, Hugo de Jonge en Greta Thunberg zijn de grootste geleerden aller tijden, dus je moet geloven wat die zeggen, anders dan ben je een soort misdadiger. Ja, als je de andere geleerden aan het woord liet, als professor Pierre van der Kapel of ja, dat soort mensen, dan werd dat gewoon direct door de rechter verboden om daarnaar te luisteren. Ja, daar komt het eigenlijk op neer, maar de pers had die mensen tevoorschijn moeten halen en die had ruim de tijd en de gelegenheid moeten geven om op fatsoenlijke wijze een mening te geven. Dat is niet gebeurd. Wie zijn er wel gekomen? Dierenartsen, Marion Koopmans, Ab Osterhaus, die financiële belangen hebben bij de COVID-vaccinaties en de hele COVID-geschiedenis. Bijna iedere dag op televisie. En bovendien zijn dierenartsen, sinds wanneer hebben dierenartsen bevoegdheden op het gebied van de medische behandeling van mensen? Wat? Nou, dit is echt, het is gewoon gebeurd in het groot en heel langdurig. Maar nog steeds in feite. Nog steeds. Ja, gaat door. Nog steeds, ja. Je echte, wat ook zo is, wat we zien is Koopmans en Oosterse virologen. Maar wat we op de eerste plaats natuurlijk moeten hebben is immunologen. Het gaat om immuniteit. Daarna mogen ook virologen nog een woord komen doen. Maar het begint, want wat is het doel van die vaccinatie? Immuniteit verkrijgen. Je kunt immuniteit ook verkrijgen door ziek te worden. Ziekte te krijgen en je eigen immuniteitssysteem aan het werk te zetten. Ja. Dat is allemaal buiten beschouwing gelaten. Dus alle rode lampen gingen branden. Pierre Capel, dat is een van de beste immunologen ter wereld geweest. Nog steeds waarschijnlijk. Ja. Professor Universiteit Amsterdam, immunologie. Theo Schetters. Malone, dokter Malone, uitvinder van de mRNA-technieken. Ze hebben een hele reeksen van deskundigen. Die zijn allemaal niet gehoord. Het rechtergebied, Vulmig, de advocaat Vulmig had gehoord moeten worden. Allemaal helemaal weggelaten. Dat zit daarachter. Daar zit precies achter dat verborgen moet blijven wat de werkelijke bedoeling is van de COVID-pandemie en de bestrijding van zogenaamde bestrijding van COVID-pandemie. Dat alles past in de grote koep die tegen de mensheid georganiseerd is en nu uitgevoerd wordt. Het is begonnen met ten uitvoerlegging van de COVID-19-vaccinaties. En het doel is, precies zoals de Rockefeller Foundation, de leider daarvan, al in 1994 op een video heeft verklaard, het aantal mensen op de wereld moet worden teruggebracht naar 1,5 miljard. 500 miljoen heeft hij gezegd. Dennis Meadows is er overheen gekomen, een jaar geleden ongeveer schat ik, een topman van de Club van Rome, hoogleraar natuurkunde. Die heeft op 81-jarige leeftijd verklaard, een paar maanden geleden, is opgenomen op video. De mensheid, of de aarde, kan slechts 1 miljard mensen verdragen. 2 miljard mensen betekent zware vermindering van consumptie per persoon en inlevering van vrijheid. En 8 miljard mensen, zegt hij, keihard, betekent dat in de hele wereld, over de hele wereld, een zeer strenge dictatuur moet worden ingesteld. En even later zegt hij in dezelfde uitzending, I hope that the reduction can take place in a civilized way. Nou, ik hoop dat hij dat nog een keer uit kan leggen aan het tribunaal van Neurenberg, wat hij daarmee bedoelt. Want, wat denk je dat hij daarmee bedoelt? Wat hij daarmee bedoelt is dat hij de schijn wil wekken een fatsoenlijk mens te zijn. Maar in wezen is hij voor massamoord. Daar staan we op dit moment. Dus de vier groepen waar ik het straks over had, die zou ik nog even noemen. Ja, noem ze maar. Ja. Dat zijn de Rockefeller Foundation. De hele familie Rockefeller. Al heel erg lang. Al sinds 1880. De Rothschilds, ik weet niet hoe lang, maar die doen al heel lang mee. De aandeelhouders van Vanguard en niet te vergeten de Marxisten. Die staan hier vierkant achter en die denken dat ze door mee te doen met deze schurkengroepen straks een marxistisch wereldregime in kunnen stellen. En daar hebben ze nog gelijk in ook, want gaat ze nog lukken ook als het zo doorgaat. En dit zit hierachter, de hele COVID-toestand is het begin Van de massamoord. Maar die is dus bedacht door een aantal mensen van die foundations. Die vier groepen. Die zitten er alle vier achter. En die vier groepen die werken met stroommannen. Waar ze de zaak mee uitvoeren. Dat is ten eerste de WEF. World Economic Forum, Klausje Maap. Die hebben een heel groot kantoor in Lausanne. En die zijn alsmaar bezig om regeringsleiders en regeringen en ambtenaren te vertellen, te bevelen hoe ze het moeten doen. Ten tweede, de World Health Organization is een private organisatie die onderdeel is van de Verenigde Naties. Die wordt gefinancierd voornamelijk door Bill Gates. Daardoor heeft Bill Gates de almacht in die organisatie. En Bill Gates zegt dat er veel te veel mensen op aarde wonen. En dat we de aarde moeten redden door ons te ontdoen van miljarden mensen. Door het nieuwe pandemieverdrag krijgt de World Health Organization de almacht over de gezondheid van alle mensen in alle lidstaten. Maar Bill Gates zegt dat werkelijk? Ja. We moeten de aarde ontdoen van miljarden mensen. Miljarden mensen, ja. Of zegt hij van de aarde moet uiteindelijk... Vele malen gezegd dat de aarde en het klimaat vergen dat er miljarden mensen verdwijnen. Weg. Hopelijk op een geciviliseerde manier. Ja, die spuitjes van hem. Maar hij krijgt dus door zijn macht in de WHO de kans via het nieuwe pandemieverdrag, wat de almacht geeft, met opzijzetting van alle mensenrechten, van rechters en alles, die telt allemaal niet meer. WHO staat boven alles. Dat is het nieuwe pandemieverdrag. Ja, dat komt geloof ik 24 mei dit jaar in stemming. 24 mei wordt erover vergaderd achter gesloten deuren. Wat gebeurt er met degenen die niet voorstemmen? Nou, dat is alweer in het geheim. En dan zouden wij niet mogen zeggen wat daar gebeurt achter gesloten deuren. Ik durf het wel. Degene die met de Central Bank Digital Currency, waarmee je straks alleen nog maar aan kan komen via je QR-code. En het nieuwe pandemieverdrag, wat invloed krijgt straks op de samenstelling, op de inhoud van jouw QR-code, kan jou worden verhinderd om nog te beschikken over jouw bankrekening. Dit is dus een coup tegen de mensheid. Die nu aan de gang is, in feite. Die is altijd aan de gang. Nu wordt die ten uitvoer gelegd. Het WHO-verdrag, het nieuwe pandemieverdrag, wordt aangenomen. Heb je praktisch geen verweer meer, volgens mij. Niets meer. En dan komt er nog overheen daarna de Recalibration of Human Rights van het WEF. Dat is de beëindiging van alle mensenrechten. De mensenrechten worden dan, dat zijn alle individuele rechten, worden afgeschaft en vervangen door één centraal geregeld collectief recht. Nou, dat is het recht wat Stalin ook aan zijn burgers heeft gegeven, hoor. Meer is het niet. En vervolgens krijg je de Sustainable Goals worden ten uitvoer gelegd en de Great Reset. En dan zitten we in een afgrijselijke wereld. Zelfs de mensen die nog blijven leven, wat hebben die voor een leven? Ze zijn slaven. Iedereen wordt tot slaaf gemaakt. Het is wel een doemscenario wat je schetst. Ja. Ik kan het niet anders zien. Er zijn wel meerdere mensen, zoals jij, die dat doorhebben of die dat zien. Ja. Er zijn zelfs rechtelijke uitspraken, er zijn commissies. Je liet me net nog iets zien van een rechter in New York die daar een uitspraak over had gedaan. Nou, er zijn een aantal gegevens die ik binnen heb gekregen nadat ik mijn boek al had geschreven en gepubliceerd had. Ik heb dat boek gepubliceerd voor de verkiezingen, omdat ik wilde dat iedereen de kans heeft gehad om te lezen wat erin staat en dan straks nooit meer kan zeggen, hebben niet gewoest. Dat is een van de redenen ook waarom ik het boek heb geschreven. Maar dat betekent dat ik al die gegevens die ik nu binnenkrijg, zal ik er daar een paar van interessante van noemen, dat die staan daar dus niet meer in. Maar dat komt misschien nog. Deel 2? In zoiets. Op de eerste plaats. The polar bear catastrophe that never happened. Dat is geschreven door Susan Crockford. Dat is een Canadese biologe. Die heeft onderzoek gedaan naar het aantal ijsberen en de conditie daarvan in het noordelijke gebied van Canada. En haar conclusie is dat sinds 1990 tot ongeveer 2019 het aantal ijsberen in Canada met honderden procenten is gestegen. De mainstream media liegen dus op het gebied van de ijsbeer. Dat houdt hier allemaal ook wel verband mee, hè? Heeft hier direct mee verband. Dat is het hele klimaatverhaal, hebben we het nog niet over gehad. Nee, daarom. Maar wat voor verband zit daar? Het hele klimaatverhaal is natuurlijk ook alleen maar bedoeld om ons tot slaaf te maken. Want we mogen geen vlees meer eten, we moeten insecten gaan eten. Zulke soort dingen. We moeten klimaatlockdowns ondergaan, wellicht later. Ja. Oké, ga door, je hebt nog een boek. Dit is het boek van professor Stephen Conine. Onbeslist in het Nederlands, unsettled in het Engels. Hij is 5 jaar lang als hoogleraar natuurkunde hoofdambtenaar geweest op het gebied van wetenschap. Laat het even zien in de camera. Zo. Hij is 5 jaar lang hoofdambtenaar geweest van de Obama-regering. Hij is hoogleraar natuurkunde. En hij is met dit boek, heeft hij zijn klimaatstandpunten gewijzigd en is hij overgestapt naar Clintel. Daar heb ik in mijn boek ook het nodig over geschreven. Dit zijn 2 hele belangrijke dingen die ik, als er een herdruk komt, zeker ga meenemen. Ik ga straks, als het goed is, verder over het klimaat, want dat hangt allemaal samen. Nog even over COVID. 3 punten die ik ook helaas niet heb mee kunnen nemen in mijn boek. Dat is de uitspraak van de New York Supreme Court van oktober 2022, dat is ouder dan een jaar. En daar is het volgende over gepubliceerd. Dat is dus de staat New York, de hoogste rechter van de staat New York, niet de stad, maar de staat. The court reinstates all employees fired for being unvaccinated and orders back pay. Vertaald? Het Hof herstelt alle dienstbetrekkingen van alle employees, alle medewerkers. Ambtenaren, medewerkers, die zijn ontslagen omdat ze niet gevaccineerd waren. En beveelt de doorbetaling vanaf het begin van het ontslag. En dan komt het. De overweging van het Hof is dat being vaccinated does not prevent an individual from contracting or transmitting COVID-19. En dat betekent, vaccinatie betekent niet dat COVID-19 als ziekte wordt voorkomen en ook niet dat COVID-19 als ziekte wordt overgedragen. Hallo, de hele mainstream pers heeft hierover gezwegen. Nou, dat is onvergeeflijk en ze zullen zich moeten verantwoorden voor het Neurenberg tribunaal. Voor deze schoftenstreek. En dan vindt het Hof ook nog een keer dat de burgemeester exempts athletes, performers from COVID vax mandate. En dat betekent dat atleten en mensen met hoge prestaties worden ontheven van de verplichting tot vaccinatie. Wat heeft de sukkel nou gedaan? Hij heeft brandweerlieden niet meegenomen onder het hoofdstuk performers. Nou, als er één beroep zwaar is, is het beroep van brandweerman, hoor. Dus wat hebben die gedaan? Die zijn dit proces begonnen, zelfs met de hulp van hun vakbond. En ze hebben gewonnen. En wat heeft die burgemeester natuurlijk gedaan? Zijn politieke vriendjes. Die hebben natuurlijk de exemption gekregen. Kan een kind toch begrijpen. Een spel eigenlijk, hè? Hoe smerig alles gespeeld wordt. Ja. En de mainstream media die hierover zwijgen, dat zullen ze moeten uitleggen. Dan de kwestie van, eerst dit, de European Medicines Agency, dat is de EMA, heeft een brief gestuurd aan het aan 7 Europese parlementsleden, onder Marcel de Graaf, die vragen heeft gesteld over de toelating, de authorization, van de COVID-19-vaccins. Klopt, dat is kort geleden in mijn programma geweest, is op mijn website te vinden. Marcel de Graaf. Marcel de Graaf. Ja. Nee, dat horen ze ook hoor. Helder. Ik zal nog even zeggen als het mag. Ja, zeker. Dus, en de EMA schrijft hier aan de Graaf: You are indeed correct to point out that COVID-19 vaccines have not been authorized for preventing transmission from one person to another. Hallo, mevrouw Kaag, Rutte, de Jong. Doe het voor elkaar. Doe het voor een ander. Dat is dus een absolute leugen geweest. Een schofterige streek tegen de hele Nederlandse bevolking. En het verhaal van de EMA wordt ook nog een keer bevestigd, zoals ik in mijn boek heb geschreven, de verklaringen van Janine Small, afgelegd in het Europees Parlement op 10 op 11 oktober 2022. Waarin zij verklaart dat Pfizer geen onderzoek had verricht naar de vraag of de mRNA-COVID-19-vaccinatie van Pfizer de ziekte, het virus overdraagt of niet. Nou. Ja, het is één grote scam eigenlijk, hè? Dus we hebben te maken met kwade trouw. En met een kwade ex-rechter, zie ik wel. Kwade trouw. Daar hebben we mee te maken. Ja, het is dat is het klimaat. Ja. Er wordt door de mainstream media net gedaan alsof Greta Thunberg de grootste Bertha-geleerde aller tijden is. Als zij over het klimaat spreekt, dan spreekt zij ex-cathedra. Ik weet van vroeger nog wat dat betekent. Namelijk, als de paus ex-cathedra spreekt, dan moet je als katholiek geloven wat hij zegt, anders kom je in de hel. Nu is zo, als Greta Thunberg spreekt, moet je geloven wat ze zegt, anders kom je in de hel. De klimaathel. Als zij in het Nederlandse parlement spreekt, het woord parlé zit daarin, parlement, spreken, dan moet ieder parlementslid zijn kop houden, niets zeggen, geen vragen stellen, want het grote wonder heeft gesproken. Science is settled, zegt ze dan. De meest onwetenschappelijke term ooit door een mens uitgesproken. Want? Science betekent, wetenschap betekent, ik stel mijn theorie in het openbaar ter beschikking aan iedereen die daartegen op wil komen. Ik vraag om tegenspraak. Dus science kan nooit settled zijn. Zonder tegenspraak bestaat geen science. Neem het is wel iets wat wij nu al jaren horen. Hè? De wetenschap heeft gezegd dat en dus is het waar. Zonder tegen is dit is dus Greta Thunberg heeft geen enkel benul van wetenschap. Niets. Ja, dat wel. Een morele appel zogenaamd aan de deugdmens. Kom op. Het is echt schandalig. En dat de hele pers dit pikt. Maar hoe komt dat nou? Want dat blijft voor mij altijd de grote vraag. Hè? Dat we tot voor kort hadden we best nog een vrije pers, denk ik. En ineens staan die allemaal op één lijn. Ja. Hoe dat gegaan is, weet ik niet. Ik weet wel dat de hele leiding van NOS, NPO en alles wat daarmee te maken heeft, is op de een of andere manier zo ver gebracht dat ze dit narratief van WEF, van WHO en moet nog een organisatie zijn, die nou, kom ik nog wel op, gewoon volledig voor zoete koek slikken en geen enkele vraag meer stellen. Is iets. Hoe komt dat? Ik wil toch nog even graag op antwoorden. Ja, zeker. Ik denk dat een heel groot deel te maken heeft met chantage. Ik weet het niet. Laten we het eens vragen aan die gast. Ja, dan zullen ze nee zeggen, vermoed ik, toch? Nou, laat ze maar nee zeggen. Ja. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar waarom stelt geen enkele journalist zo'n vraag? Niemand. Nee. Maar jij zegt dus, daar zit controle op. Ze hebben machtsmiddelen, ze zijn chantabel. Ja. Ja. Ik heb ook het boek gelezen van, dat heb je vast ook gelezen, van Matthias de Smet. Die zegt, het is een massapsychose. Ja. Er zit niet een controle op, het is iets wat gebeurt, waardoor we elkaar in een soort psychose houden. Wat vind je daar dan van? Hij zegt, zij staan onder hypnose. Ja. Dat zegt hij letterlijk. Daar heb ik een probleem mee, omdat dit de vierde verdedigingspoot wordt voor al deze bandieten als ze dadelijk voor het Neurenberg tribunaal komen staan. Het eerste verweer is de bevel is bevel, gaat niet lukken. Hebben niet gewoest, gaat ook niet lukken. Het derde verweer is... om 5:30 ergens. Ik heb het erin staan... de Nulla-peuna-regel. Ja. Derde is die regel betekent dat je niet kan worden veroordeeld voor iets wat nog niet strafbaar was. Tenzij voor een tevoren vastgestelde strafrechtelijke bepaling. Ja. Die Nulla-peuna-regel zullen ze waarschijnlijk ook tevoorschijn proberen te halen. Gaat ze ook niet lukken. Want er is een precedent voor, hè? Zelfs als ze dat kunnen bewijzen. Het eerste Neurenberg tribunaal heeft die regel opzij geschoven. Dus in Anglo-Saxisch rechts, precedent, weg ermee. En dan de vierde wordt natuurlijk... We zijn onder hypnose gekomen. Maar daar stel ik tegenover dat ze wel heel erg graag onder hypnose zijn gesteld. Door gebrekkige geestelijke vermogens niet kunnen worden toegerekend staan. Ja, dat gaan ze daar natuurlijk zeggen. Ja. Maar dat geloof ik niet. Nee. Dus de Smet die zit op de verkeerde spoor? De Smet die heeft zelf daar al gedeeltelijk... Daar heeft hij een soort ontsnappingsredenering voor. Die ga ik niet reproduceren. Maar die beseft wel dat het een risico is. Maar dit is zijn analyse. Ja. En, maar jij vermoedt in ieder geval dat daar wel een controle op zit. Een organisator. Ben je met de Smet? Nee. Maar op het hele proces van klimaat, vaccinaties, alles. Enzovoort. Het is allemaal al tientallen jaren lang is dit in wording. En als je Huxley leest, de Brave New World, die had in 1932 al door wat er nu gebeurt. Het boek is bijna onleesbaar, het is vergrijselijk, maar als je dan er doorheen geworsteld hebt, dan zie je gewoon, hij heeft gewoon grotendeels gezien wat er nu gebeurt. Ja. Dus hij is ook vrijmetselaar geweest, heb ik begrepen, hoge vrijmetselaar, dus de kans is behoorlijk groot dat hij veel heeft gehoord en opgenomen. Nee, nou schrijf je in je boek ook hele stukken over de maatschappij die heel lang ook gedomineerd is door christelijk geloof, door het christendom, gevormd is, normen en waarden eruit. Ja. Daar zit een goede kant aan. Ja. Jij geeft er ook een hele slechte kant aan. Ja. Hè, de inquisitie, de brandstapels, de macht die over mensen is uitgeoefend. Ja. We zullen dat niet helemaal uitdiepen, maar... Ik zeg dan als welgelovige, maar tegen de inquisitie hoor, laat ik zo zeggen, tegen macht. We hadden los moeten blijven staan van de hele politieke situatie. Ja. Maar als je gewoon leest wat de Bijbel zegt, dan daar staat in feite al in dat de mens naar de macht gaat grijpen en gaat zeggen wat meneer Harari uiteindelijk gaat zeggen, we are going to do it better than God. Ja. Dat is vanaf het begin van de Bijbel tot aan het einde is het zo omschreven. En ook de situatie zoals die nu op dit moment is, met een, ze zeggen wel eens een Babylonische spraakverwarring, maar die moet nog komen, maar een Babel wat eigenlijk de controle over de hele mensheid heeft. Ja. Je kunt dat gewoon weten. Dat is dat is iets dat op zich op dit moment ontvouwt. Ja. En dan is die Babelgeschiedenis, de leiders van dus het kwaad. Ja. De toren van Babel, die is ook nagebouwd hè, in Straatsburg. Ja. Dat is een afbeelding van het schilderij van Pieter van Breugel over de toren van Babel. Ja. Hij heeft model gestaan voor het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg. Maar goed, wat kunnen we doen? Want het is allemaal doemscenario hier. Wat kunnen we doen? Wat moeten we doen? Waar roep je toe op? In je eerste boek. En in je eerste boek geef je een heel nieuw staatsbestel eigenlijk. Ja. En een nieuw rechtsbestel aan. Ja. Ja. Dat hebben we niet in een paar weken voor elkaar, denk ik. Nee, er zijn ook andere gedachten over. Bijvoorbeeld Riens Hofstra heeft een alternatief staatsbestel. Waar die al jarenlang is. Ik ben met hem in contact. Ik spreek met hem over zijn ideeën en over. Ik hoop ook met hem in contact te komen over wat hij van mijn boek vindt. Dat we het bij elkaar leggen en kijken wat we vinden. Dat gaat zeker gebeuren, denk ik. Ja. Maar wat zouden mensen nu moeten doen? Maar dit is nu, de boek van mij, dat nieuwe staatsbestel waar ik het ook over heb. Dat is voor een iets latere periode, iets later stadium. Want we staan nu vlak voor de invoering van de digital currency en voor het nieuwe pandemieverdrag. En de QR-code. Als onze tegenstanders dit voor elkaar krijgen, dan zijn we slaaf. En wat gaat er dan gebeuren? Even kijken of heb ik een soort prognose van. Even kijken. Ja. Dan kun je verwachten dat de volgende dingen gaan gebeuren. Instelling van 15 minuten steden. Dat moet voor het klimaat. Ja. De uithuisplaatsing, willekeurige arrestatie en kidnapping van burgers, waaronder kinderen en bejaarden. Ik ben van mening dat de kidnapping van die 1800 kinderen, dat noemen we de toeslagenaffaire, dat dat gewoon een proefneming is geweest van hoe reageert het volk op kidnapping van 1800 kinderen. Alle hoge fiscale ambtenaren die met dit dossier bezig zijn geweest, wat is daarmee gebeurd? Nee. Die werken niet meer bij de Belastingdienst, maar die zijn allemaal gepromoveerd in andere functies. En er zijn 450 kinderen dood inmiddels ook. Dat heb ik ook vernomen, dat het zo erg is. Maar die ambtenaren die zijn dus gepromoveerd. Wat? Wat betekent dat? Voor mij betekent dat het gewoon een proefneming is geweest. Hoe reageert het volk erop? Dus we kunnen het straks in het groot terugverwachten, opnieuw verwachten. En dan wordt het heel wat erger nog dan nu. Overigens, dat zullen ze nog steeds psychologisch onvoorstelbaar slim aanpakken. Als ze bijvoorbeeld hier in de buurt bijvoorbeeld Somalische gezinnen in huis gaan plaatsen, dan beginnen ze bij mij en al bij die anderen niet. Om een voorbeeld te noemen. Wat zeggen al die anderen dan? Ja, dat is nogal logisch. Zo'n oud mannetje, wat heeft hij eraan? Alleen is een groot huis. En we mogen wel blij zijn dat hij een paar van die Somaliërs erbij krijgt. Dus een beetje overdreven, maar zo gaan ze dit spelen. Kinderen uit huis halen, ja, in een straat van 15 huizen, één gezin pakken, kinderen uit huis. Ze gaan het hartstikke slim doen. En wat zeggen al die Nederlanders dan? Ja, dat is alleen maar daar, niet bij mij, dus niks aan de hand. Ik vrees echt dat het zo gaat. En dan krijgen we, ja, dat is de inkwartiering van door burgers bewoonde huizen van moslims uit het Midden-Oosten en Afrikanen. Die Afrikanen, 60% is analfabeet. Wat gaan wij dan doen? Nou, daar doe ik nu geen uitlating over. Nee. Maar dan voorzie je niet. Ik heb wel ideeën. Dan voorzie je niet een rooskleurige toekomst. Die heel moeilijk democratisch op te lossen zal zijn. In ieder geval democratisch, niet rechtsstatelijk. Dus ik bedoel, waarom zou ik nog iets doen op mijn leeftijd? Mezelf hartstikke kwetsbaar maken. Risico nemen. Ja, waarom? Dat komt omdat mijn kinderen wonen hier. Die wonen in Nederland. En mijn kleinkinderen wonen in Nederland. Wat hebben die voor toekomst? Mijn jongste kleinkind is 3 jaar oud. Als die dadelijk uit huis gehaald wordt door een knokploeg van 10 man... Hugo de Jonge met 10 man met knuppels. Mijn kleinkind uit huis halen. Omdat ze moet worden ingespoten met wat Bill Gates voorschrijft. Wat is mijn leven dan nog waard? Ja. Niets meer. Dus daar doe je het voor? Ja. En dan voor mezelf, stel je voor, ik kan nu nog lopen en zo. Stel je voor dat ik 90 word. Dan moet ik nog 10 jaar leven. Nou zullen... Je verhaal is mij heel helder en duidelijk. Nou zullen er mensen zijn die kijken en die zeggen... Barend, loop jij nou niet te hard van stapel? Ben jij nou niet een echte complotdenker geworden? Nou ja, als ze dat denken, dan moeten ze dat maar doen. Maar de gegevens die ik op tafel heb gelegd, nu al in deze hele korte tijd, en wat in mijn boek staat, dat is onmiskenbaar. Als je zegt, ik wil dat niet weten. Ja, waar ben je dan in vredesnaam mee bezig? En besef je wel, als je weigert tot je te nemen, wat ik nu gezegd heb ook, weigert te doorschouwen. Dan gooi je niet alleen jezelf onder de bus, maar ook jouw kinderen en de kinderen van je buurman en de kinderen van je buurvrouw en mij en mijn kinderen. Hey, maar ook, en alle andere Nederlanders. Maar ook de kinderen van al die journalisten en columnisten en politici en ambtenaren die allemaal nu gewoon meelopen en meedoen. Ja. Hun kinderen lopen net zo goed gevaar, toch? Zeker. Ja. Dus zij moeten echt wakker worden. Die moeten wakker worden. En ik ben van mening dat we ze niet wakker krijgen met thee drinken, lief en aardig zijn en verbinding zoeken. Nee, je moet recht in de camera zeggen, jongens, jullie zijn volkomen fout. Jullie moeten je ogen openen en je oren openzetten. Wat hier gebeurt is onmiskenbaar. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Je moet je ogen er niet voor sluiten. Ja. Als je dat niet doet, als je weigert deze zaken te zien, dan zul je je straks moeten verantwoorden voor het Neurenberg tribunaal. Daar moet je rekening mee houden, want medeplichtigheid kan overgaan in mededaderschap. Ja. Het is heel wat, zo. Ik kan niet anders. Ik moet zeggen dat het voor mij allemaal niet nieuw was, maar ik ben toch gewoon weer onder de indruk als ik het zo vurig en emotioneel ook zelfs hoor betogen. Dan denk ik, man, we moeten echt wat doen. Dit voel ik echt. Ik zie het. Echt. Ja, het komt recht uit, het komt uit je tenen. Ja. Ja. En mijn hart ook. Ja, en mijn hart. Hier. Ja. Uit mijn hersens komt het ook. Dus alles. Hoofd, hart en mijn tenen. Ja. Waar zijn die kinderen van die toeslagaffaire verdwenen? We hebben al gezegd, er zijn er wellicht ook een paar honderd die inmiddels overleden zijn. Maar waar zouden ze te vinden moeten zijn? Waar zijn ze nu? Ja, ik weet dat niet. Ik ben van mening dat de ambtenaren die het beleid in handen hebben op dit gebied, dat die het wel weten. En dat dus in het parlement de regering op vragen van parlementsleden moet antwoorden waar deze kinderen zich bevinden. Dat zal aan Pieter Omtzigt toch wel vragen. Ik heb aan Pieter Omtzigt een e-mail gestuurd met de vraag of hij deze vraag in het parlement wil stellen. Hij heeft geweigerd. Hij heeft mij bedankt voor het stellen van de vraag aan hem, maar hij stelt de vraag niet in het parlement. Namelijk, hoeveel van deze kinderen zijn nog in leven en waar bevinden zij zich? Het is echt schrikbarend wel. Nog één punt. De wereld is niet overbevolkt. Er worden alsmaar wijsgemaakt door de Rockefeller Foundation en Bill Gates dat er te veel mensen op en anderen, dat er veel te veel mensen op aarde zijn. Nou, het overgrote deel van de aarde is niet bevolkt. En als je al iets wil doen aan een vergroting van de bevolking, van de vermeerdering van de bevolking, meer mensen, dan zou je in Afrika iets kunnen doen, want daar is inderdaad een vrij grote groei van de bevolking. En hoe komt dat? Dat komt omdat Afrika heel erg arm is. En hoe komt dat Afrika zo arm is? Dat heeft op de eerste plaats te maken met zeer slecht bestuur, maar ook met de onmogelijkheden voor Afrikanen om op de wereldmarkt handel te drijven. En bijvoorbeeld te exporteren naar Europa. Europa heeft het Lomé-verdrag afgesloten met veel Afrikaanse landen. En op de televisie en de mainstream media is overal verklaard, de handel met Afrika is vrij. Dit is een totale leugen. Alles wat in strijd is met het Europese landbouwbeleid bijvoorbeeld, kan niet worden geëxporteerd vanuit Afrika naar Europa. Om maar een kleinigheid te doen. Ja, en het is al gauw in strijd met het Europese landbouwbeleid. En wat doen wij vervolgens als er een hongersnood is in Afrika? Dan exporteren wij onze vleeshoeveelheden daarheen. Wat betekent dat voor Afrikaanse boeren? Dat het kleine beetje kapitaal wat ze nog hebben in vee wat over is, niets meer waard is. en wij Afrikaanse boeren daarmee failliet maken. Dat doen wij. En wat we nou gezien hebben in Niger, wat Frankrijk daar geflikt heeft, tientallen jaren lang, is uranium voor de Franse atoomcentrales kopen voor 2, 3, 4, maximaal 5% van de wereldmarktwaarde. En hoe doen de Fransen dat? Door de president van Niger tientallen jaren lang omgekocht te hebben. Ja, je zou bijna zeggen dat de mensheid toch geneigd is tot alle kwaad, of niet? Oh, ik weet niet meer. Oh, die is zo erg. En het is zo makkelijk op te lossen eigenlijk ook. Dat is het rare van alles. Ja. Ik zou zo een paar A4'tjes kunnen schrijven om dit op te lossen. Hoe je het moet doen en dan moeten we dat gewoon gaan doen. En dan deze schooiers die nu aan het bewind zijn, die gaan op geen enkele manier helpen. Nee. Die moeten allemaal weg, allemaal berecht worden. Echt, het moet weg. Nou, ik wil jou hartelijk bedanken voor dit boeiende, heftige, emotionele, recht uit je hart, hoofd en tenen komende gesprek, Barend van Thiel. Als u het in goede orde wilt lezen, zeker in dit boek, de basis van wat er gezegd is. Er komt hopelijk nog een tweede boek met aanvullingen die we ook vandaag hebben gehoord voor de camera. Ik wil je hartelijk danken voor het gesprek. Vond u het een boeiend gesprek? Dat moet eigenlijk wel. Dan zou ik zeggen, like het eventjes hieronder. Abonneer u op het kanaal van deze dagen. Deel deze video met vriend en zeker ook met vijand. Laat iedereen het maar weten wat voor gedachten hier leven bij deze Barend van Thiel. Niet de eerste de beste, ex-rechter, weet precies waar hij het over heeft. Heeft de dingen juridisch haarfijn uitgezocht. Hartelijk dank. En u ook bedankt voor het kijken. Zeer bedankt. Ja. En ik hoop dat de mensen die dit zien, dat ze ook mijn boek kopen en vooral lezen. Ja, dat hoop ik ook. Nou ja, het is goed in beeld. Ja.